What the fuck? Wat is hier aan de hand? Serieus? Heb jij dat? Jij zag dat toch ook? Ik heb dat ook gezien, man. What the fuck, joh. Nee, kijk, weet je wat het is? Zo'n gozer die heeft dus iets gestuurd. Van, dit nummer wordt verspreid als je nu niet opneemt of iets. Dus bel hem. Bel jij hem? Ik moet het wel echt doen of niet? Ja, nee, we moeten wel echt bellen, man. Ik zweer je, anders komt het niet meer goed. Is goed. Oké. We moeten het wel proberen. Oké. Nou, gaan we kijken wie. Hallo? Hallo? What the fuck, kerel? What the fuck? Wie ben jij? Dat doet er niet toe. Je ziet dat ik een nummer niet opgestuurd. Ja? Dit nummer ga ik verspreiden. Ja, maar wie zegt dat het mijn nummer is? Dat zeg ik. En hoe weet je dat? Waarom zouden wij dat moeten geloven? Ja, serieus. Misschien is dat mijn nummer helemaal niet. Precies. Wat? Hij belt. Belt hij? Oké, nee, fuck, hij belt. Nee! Nee, man. What the fuck? Oké. Geloof je niet? Nee, ja, oké, je hebt gebeld. Oké. Wat wil je? Wat wil je van ons? Het enige wat ik wil, is dat je naar me luistert en doet wat ik zeg. Ja? Is dat duidelijk? Ja, dat is. Ja, we gaan er gewoon ik in. Ik wil ten eerste dat je dit nu gaat opnemen voor je kanaal. Ja, we zijn hem aan het filmen. Oké, dat is mooi. Kijkers van PrikTV, hallo. Ik ben dus de bedreiger eigenlijk. Ik wil dat PrikTV, a.k.a. Arthur, iets voor mij gaat doen waar jullie natuurlijk helemaal geen belang bij hebben. Alleen ik wil één ding veel weten, Arthur. Wat moet ik doen? Ik wil dat je naar je tuin toe gaat. Ja. In je tuin liggen instructies voor wat je moet doen. Ja. Die ga je binnen nu en 24 uur ophalen. Zodra het briefje wordt verwijderd en je het niet meer kan vinden, neem ik eerder contact met je op. Ja. En dan zullen de consequenties gaan volgen. En wat zijn de consequenties? Dat zie je dan wel. Oké. Zo. Heftig. Ja. Maar hoe weten we nou dat... Nou, weet je, ik begrijp er helemaal niks van. Maar oké. Ik zal er geen grap over maken. Ja, je kan denken dat het vervolg is. Je kan denken, ik maak een grapje. Je kan denken dat ik iemand ben die gewoon oud wordt. Een prank, hoe zal ik het noemen? Maar nee, ik ben niet aan het pranken. Ik wil dat jij dit doet. Ik heb al vaak gezien YouTubers die dit soort problemen krijgen. En natuurlijk snap ik dat jij denkt dat dit nep is. Maar als je gewoon niet doet wat ik zeg, zullen de zware consequenties gevolgen. Oké, nou, ik ga... Wanneer moet ik dat briefje halen? Waar ligt het? En dat is jouw keus, binnen nu en een dag. Oké, dan ga ik morgen dat briefje halen, want nu is het donker en dan doe ik het met de kijkers erbij. Maar ik ga echt fucking hard lachen als dat briefje er gewoon niet ligt, hè? Weet je wat? Het is jouw ding. En ze gewoon consequent volgen met zijn briefje gaan pakken. Wat het probleem is, het is niet leuk voor jou, het is niet leuk voor je kijkers. Het is niet leuk voor je hele kanaal zelfs, voor je reputatie. Als ik jou al zou maar gewoon een briefje gaan pakken binnen. Oké. Dan is het geen probleem. Oké. Duidelijk? Ja. Oké, duidelijk. Ik contacteer je morgen om 11 uur. Ja, dat is goed. Oké. Tot ziens. En dan? What the fuck, kerel? Ja, what the fuck? Dit is zo fucking raar, kerel. Hij gaat me opeens, gaat hij me connecten. Hij zegt, ja, zoveel 06 en dit en dat. Eerlijk, dat was toch net zo. Ik dacht van, ik zei er net nog van, yo, ja, er is iemand een 06 nummer aan het sturen en shit. Nou ja. Oké, nou mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe gewoon een duimpje omhoog als jullie willen zien wat er op dat briefje staat. En of er überhaupt een briefje daar in mijn tuin ligt. Dat vind ik wel cool om te zien. Dat weten we niet. Doe een duimpje omhoog als jullie geïnteresseerd zijn. En ik zie jullie gewoon weer morgen. Dagelijkse content. Later. Doei. Even zwaaien. Met je bananenpak. Zeg ze doei. Doei.